We staan hier op een bijzondere plek. En namelijk bij een gereconstrueerde lanceringsbaan van de V1. Hoe kan dat? Nou, we hebben in 2010 hebben we hier de plek opgezocht. Met medewerking van Staatsbosbeheer. En hoe kon je nou die plek vinden? Met een metaaldetector. Nou staan we hier bij een drietal nieuwe steunpilaren. Hoe lang was die baan eigenlijk? Die baan was ongeveer 48 meter lang. En hij begon hier op de pad hier te zitten, op de wandelpad. Hebben we uitgezet met klinkers. En daar begon hij op en dan was hij 48 meter lang. En nou was die V1 was eigenlijk een vliegende bom, zeggen ze. Kun je iets vertellen hoe de ding in elkaar zat? Ja, het was een vliegende bom. Dus daar zat de besturing voor in. Dus er zat geen piloot in. En er zat brandstof in. En die werd gelanceerd hier van een baan. Waar gingen die wapens eigenlijk naartoe? Hier in omtrek stonden de 15 banen die klaar waren. Dat was allemaal naar België, naar Antwerpen, naar de haven toe. Dat was weer om de haven weer uit te schakelen. Heb je ook nog spullen kunnen vinden die van belang waren voor de herconstructie van de baan? Ja, we hebben restanten kunnen vinden hier allemaal. En nou, dit is van kleine stukken tot grote stukken van 40, 50 centimeter. Die zaten hier allemaal nog in de grond. We staan hier in het Memory Museum bij een replica van de V1. Wat kan hierover verteld worden? De V1 was eigenlijk de eerste van een serie vergeltungswaffen. Daar komt de V vandaan. Want de merknaam was eigenlijk een fusilier. Maar de V1, wat een veelgemaakte vergissing is, is een, zoals ze in deze tijd zouden zeggen, een drone. Een onbemand vliegtuig. En geen raket, wat velen denken. En die werd vanaf een baan afgeschoten met behulp van kunstmatige stoom die ontwikkeld werd. En op die manier kreeg hij een startsnelheid. Vervolgens kon de straalmotor in werking treden. En kon die zo ongeveer een 350 tot 400 kilometer vliegen. Met een snelheid die aanvankelijk hoger lag dan de jachtvliegtuigen toen de tijd konden bereiken. Dus ze konden hem heel moeilijk uit de lucht schieten. De laatste jaren van de oorlog waren hier dus vierkante plekken waarop V2's werden gelanceerd. Wat kunt u vertellen van de V2's? Nou, hier op deze plek, zeg maar, hier achter mij, daar waren de lanceerplekken van de V2-raketten. En die werden gelanceerd richting Antwerpen. De aanvoering ging via spoor en die werden via Ommen hier, Ommen onder andere, Nijverdal, werden ze aangevoerd via spoor en waren ze gelost. En dan gingen ze met Fidelwagens, als eerste werden naar de plek gebracht, van de lanceerplek. En daar werden ze overgeladen op mijlenwagens. En vanaf de mijlenwagens werden ze gelanceerd. Nou waren het natuurlijk in die tijd nog niet de grootste raket, maar hoe groot waren die dingen eigenlijk? Ze waren aan een lengte van 14,4 meter, dus een doorsnede van 1,65 meter. Dus ze waren echt hele raketten voor die tijd. Gingen die dingen ook wel iets voortijdig af voordat ze dus gelanceerd werden? Het was nog geen wapen wat echt goed ontwikkeld was. Dus er was nog allemaal heel snel ingezet. Dus regelmatig was er toch een V2 die direct naar de stad ontplofte. Dus, En kunnen we hier nog sporen zien hier in het bos? Er zitten hier in het bos nog kraters, ja, die nog zichtbaar zijn van inslag, van ontploffing. Dus, We staan hier bij het monument in Lüttenberg. Waarom is dit monument eigenlijk opgericht? Nou, 4 december 1944 startte hier een V2-raket neer, die gelanceerd werd vanaf Hilmendoorn. En het was een hele grote ramp. De raket die dwarrelde vanaf Hilmendoorn van de lanceerplek hierin door de lucht. De mensen zagen dat en de raket die startte hier neer, stonden te ontploffen. En heel veel mensen die kwamen hierop af, die zagen iets gebeuren. En, dus die kwamen om hierbij staan bij die raket, die achter het monument hier neerkwam. En op een gegeven moment ontplofte de raket, met gevolg 19 door de mensen. Waarom ontplofte dat ding eigenlijk later? Nou, hij was eigenlijk gewoon neergeploft. Maar hij was niet tot ontploffing gekomen door het ontstekingsmechanisme. En de Duitsers die zagen dat ook gebeuren. Die kwamen vanaf Hilmendoorn van de lanceerplek hierheen. Maar die schoten de verkeerde weg in. En die kwamen eigenlijk te laat op de plek hier. En toen ging het helemaal mis. Val ik al mis.
Zijn er nog meerdere van deze ongelukken gebeurd hier in de omtrek? Deze omgeving niet. Niet met deze raketten. Dat niet. Dat is eigenlijk de grootste ramp hier in de omgeving. Wat hier zich afspeelde. Dus,